Een kwestie, want hebben wij toch niks. En wij zeggen altijd, daten is nooit verloren tijd. Mensen zeggen heel vaak tegen mij, ik ben veel te druk om te daten. Dan zeg ik, wil je trouwen? Dan zeggen ze ja. Dan zeg ik, goh, en als je dan getrouwd bent, hoeveel tijd mag je man of je vrouw je dan kosten per dag? 5 minuten? 10 minuten? Hè? Per dag? Dat moet nog kunnen, had je gehad. Hoe was je dag? Heb je lekker gewerkt vandaag? Als je die 10 minuten per dag nou leert reserveren voor een date, of je spaart ze op en je hebt 1 date van 70 minuten in de week, dan leer je om de tijd vrij te maken in je agenda. Wij singles kunnen heel goed zijn in onze agenda vol plempen met van alles en nog wat. Maar het is heel goed om tijd te leren maken in de date. Ik ben ontzettend aan het uitlaan bij de vriend voor die. Dat is mijn punt. Die groepje. Ja. Dus maak groepjes. Wij doen het in de cursus ook eigenlijk bijna altijd gemengd. Dus wat mannen en vrouwen bij elkaar precies om dit soort thema's te bespreken. Misschien zijn er allemaal zaken die bij jullie al leven en hebben jullie deze punten op de slide helemaal niet nodig. Ja, we geven ook in de cursus altijd dit soort vragen mee. Maar we merken dat in het grootste gedeelte van de groepjes deze vragen niet nodig zijn omdat de vragen uit de groep zelf komen. Dus voel je vrij om met elkaar over datgene te spreken wat bij jou naar boven komt. En wil je inspiratie hebben, nou ja, genoeg hier te vinden. Ja, maar de opdracht is dus, haal je koffie of je thee, vind een groepje en ga dit bespreken. En dan kom je om 9:30 terug. Als jullie nu vragen hebben waarmee je zegt, die wil ik op de plenaire stellen, dan is van 9:30 tot 10:00 de mogelijkheid om dat te doen. Mocht je een van deze boeken willen hebben, dan kan dat in de pauze, want wij gaan kort na 10:00 weg, denk ik. Dus